Energiebedrijf Nuon start volgend jaar met de aanleg van het windpark Wieringermeer. De Wieringermeer krijgt met 99 turbines het grootste windmolenpark van Nederland op het vasteland. Het is heel lang werken. Dat geldt altijd voor dit soort grote windparken. En vandaar ook de trots dat het nu goed is afgerond. We waren boos en we zijn nog steeds boos. Een hele grote nachtmerrie. We staan nu bij de Waterkap Tocht op de kruising met de Oom Keesweg. Er staan nog twee turbines en we kijken eigenlijk naar de laatste twee turbines die zijn overgebleven van het windpark die we nu hier hadden. Ja, het oude windpark. Ja. Oude windpark, dat klopt. Er komt een nieuwe. Er komt een heel groot nieuw windpark. Er komen lijnopstellingen voor in de plaats, op die plekken en ook op nieuwe locaties. Zoals bij Han Lammers in Middenmeer. Hij heeft tot aan Raad van State toe geprobeerd de plannen tegen te houden. Vergeefs, want hij krijgt 6 turbines vlakbij zijn huis. Nou, hier op een rij komen 6 windmolens op 550 meter van ons huis. De tweede op 600 meter. Nou, dat is gewoon één groot drama. Wij de overlast en in Zweden de wind, zeg maar. Nou, beide kanten op komen turbines te staan. En uiteindelijk lopen ze door tot en met in het Rommeloordbos. Daar komen ook een aantal turbines te staan. Hoe groot worden de molens eigenlijk? Nou, uiteindelijk krijgen ze een ashoogte van 120 meter hoog en een rotordiameter van 117. En natuurlijk krijgen ze een ruim grotere capaciteit en leveren ze ook meer op. Nou, in totaal de 100 turbines gaan voor 370.000 huishoudens energie opleveren. En dat komt eigenlijk overeen met 1% van de totale elektriciteitsconsumptie in Nederland. Ook een van de redenen waarom ze trots zijn op de realisatie van het windpark. Echt één grote verschrikking. En gewoon de overlast die het veroorzaakt met trillingen, met schaduw, slagschaduw. We krijgen hier straks 106 rode flikkerende lampjes in de Wieringermeer op 200 meter hoogte. Dat is gewoon echt schandalig. Wat ga je doen? Blijf je hier? Ja, we hebben geen keuze. Kijk, hier ligt je bedrijf, hier ligt het geld, ligt hier in het land. Ja, het is gewoon heel lastig om nou te zeggen van we trekken hier de stekker eruit en we gaan elders weer beginnen. In 2020 moet het windpark Wieringermeer helemaal klaar zijn.